nieuw ding, geen agra meer op zondag, die zat er nog niet op de woensdag. We gaan vandaag curfever spelen, maar dit is niet het enige. De serie heet Jellybeers Films. We hebben dit al eerder op andere kanalen, maar het doel is dus, we nemen die elkaar op. Voor de eerste aflevering is het curfever, wie nu wint. En ja, dat is ook niet iets van tegenprestatie, denk ik. Of... Nee, dat zijn we nog, denk ik, in overleg wat we doen. Ja. Bijvoorbeeld, wie de eerste drie dingen verliest, die is af of zo. Weten we niet. Maar... Oh, we zitten vol, we zitten vol. We zitten vol. Oké, voor de mensen die het spel niet kennen. Je bent dus een stip en na de rand wordt het een lijntje. En je mag jij geen lijntje niet dragen, niemand die nog een tijd. Oh, ik was er net een beetje aan gewend dat... Ja, ik was nog heel normaal aan het spelen in één keer. Ja, fuck. Jawel. Nee, kut. Omdat je dikker werd. Omdat je dikker werd. That's what she said. God damn it. Ah, shit. Ik ben tegen de bovenkant gebotst. Jongens, het is vooral als je met 6 mensen bent, is het echt super lastig. Maar dat maakt het misschien ook wel weer leuk. En je hebt gewoon... Wat doe je nu weer? Maar het is dus zo, dadelijk wordt Jelle bijvoorbeeld, komt boven mij en heeft Jelle 1 punt. Maar ik denk dat we beter best uit 3 kunnen doen. Ja. Dus we spelen 3 potjes, dus dit is het eerste potje. En wie uit die 3 potjes de meeste punten heeft behaald? Godverdomme. Onthouden we de punten? Dus ik heb nu 6 punten. En Jelle heeft er 17. Oké. Okay. Wie dus de meeste punten heeft, die wint. Klopt. En als je eerste wordt, dan krijg je plus 3 of zo. Wat jullie trouwens moeten achterlaten, is wat wij bijvoorbeeld ook nog even moeten doen. Ja. We kunnen ook zeggen van, ga Skyrim spelen en wie de eerste zoveel kills heeft punt. Dat bijvoorbeeld. Ja. Ah, shit. Dat kan. Dat kan allemaal. Oh, ik ga hier wel... Kut. Ah, had je nog even volgehouden, had je nog gewonnen. Ja, want hij was ook fucking... Hij was net na jou kapot. Ja. Zo. En nu snap ik waarom dat jij curfew wou doen. Je hebt geoefend of zo. Nee, ik heb niks geoefend, echt niet. Ik was gewoon net Minecraft aan het spelen. Aha. En jij stuurt zo, shit. Ik wil zien mijn eigen begin. Hij stuurde me dat bericht van, oh ja, curfew, want dat deden wij meestal wel. Ja. Hoe komt dat zo? Spel is van alweer hetzelfde verhaal als net. Had jij het Godverdomme. Oh, kut. Maar ik ben wel gepunt in het scoren. Ja. Oh, nee. Nee. Oh, yes. Nog een. 10 punten. Kom op, man. Je moet kijken met die power-ups waar ze precies zitten en welke je pakt. Ja, ik weet die allemaal niet. Ik weet niet wat die betekent. Rood is, de rode power-ups zijn dat je elkaar, dat je de tegenstanders... Fuck! Rood is dat je de tegenstanders ermee... Nou, iets groen is dat je het zelf krijgt en blauw... Kut. Oké, ik heb nog 4 punten, dus ik nu win en dan heb ik normaal gezien gewonnen. Hij mist gewoon die power-up. Ja, maar... Jelle heeft gewonnen. Yes, sir! Boemde dat. Yay, ik sta... Oh my god, ik moet die volgende 2 winnen. Welke kleur ben ik? Groen. Groen. Groen! Ja, fucking geel! Oh, what the fuck? Jongens, stelletje noobs. Ja, nee. Lekker voor je. Oké. This is the game. Oh, daar is... Ah, pak je oranje. Fuck. Er is gewoon al iemand gelegd. Liefde, ja, ik wou het net zeggen. Kut! Oh, ik heb gewonnen, G. Ja, toch ben ik nam het bord tekort. Ja, yeah. Het is de laatste, fuck.
is very good. Ja, fuck, kan je op die lijn? Nee, wat doe ik? Ah, nee. Ik wist niet dat je tegen die lijn aan kon botsen. Tegen die lijn van de... die andere man. Ah, shit. Dat was... Ja, fuck. Ik ging een beetje snel. Nee, dit is zo kut. Jelle gaat nu gewoon winnen. Jelle gaat nu gewoon winnen. Ik moet nog 10 punten en dan win. Fuck. Probeer hem te pakken. Dat is het eerste cadeautje. Ja, fuck oranje man. Fucking maluut. Oh, ik ga nu zo hard. Hopla, in de koepertje. Oh, jij heeft gewonnen, sowieso. Oh my fucking god, jongens, kijk. Ik ga wel een piemel maken. Nee! Oh, ik wil... Oh my fucking god, jongens. Ik heb verloren. Oh. Ik heb verloren. Oh, hij is op nog tweede. Ik heb verloren. Fuck. Oké, het staat nu 1-0 voor Jelle. Maar hebben jullie nog een spelletje wat wij samen kunnen doen? Waar we tegen elkaar kunnen strijden? Laat dat zeker achter in de reacties. Ook in de reacties achterlaten of wij daar een challenge of een tegenprestatie of hoe je het ook wil zeggen achter moeten plakken. En dan denk ik tot de volgende keer. Jongens, later.